Xandro, je hebt het al eens meegemaakt hier bij Go Ahead, waar witte zakdoekjes het hoofdgebouw dat ontzet moet worden. Is het alweer crisis in Deventer? Oh, ik wist niet dat het hoofdgebouw ontzet moest worden, maar crisis, ja, crisis is wel een heel groot woord denk ik, maar het mag wel duidelijk zijn dat als je Go Ahead zijn vijf wedstrijden niet wint, dat het gewoon niet goed is. Waar lag het vandaag aan? Ja, weet ik niet. Ik denk dat we die goals te makkelijk weggeven. Ik denk dat we op zich genoeg creëren. Twee ballen op de paal, één van mij, één van Pieter. Ik kan me nog een kans van Joey herinneren. Een kans van mij uit de corner die de keeper nog goed pakt. Ja, kans genoeg gehad, maar als je ze simpel weggeeft, dan wordt het lastig. Ze scoren nu een keer uit een vrije schop, uit een hoekschop en uit een counter. Maar ze hebben toch wat counterkansen gehad. Ja, dat ben ik met je eens. De restverdediging staat wel niet goed. Zo simpel is het. Waar lag het aan? Want dat was al een puntje waar vorige week de aandacht op werd gevestigd van goed staan bij balverlies. En zorgen dat de ruimtes niet te groot worden en zo. Ja, ik denk dat we te veel aan aanvallend denken. Ik denk dat we niet genoeg aan de risico's denken die daarin zitten. Als je de eerste goal terug gaat, volgens mij sta ik tegen twee man. En staat Sam voor de goal ook tegen twee man. Ja, dat is 4-2 volgens mij. Ja, dat is natuurlijk is heel apart. Daar kun je als aanvoerder ook weinig aan bijsturen als het al misgaat? Nou ja, weet je, het gaat zo snel. De bal wordt verloren en je kijkt en ja, je staat, ik zie ze op me afkomen. Dus dat gaat heel snel. Nou, sta je ook tussen een paar jonkies die nog heel weinig wedstrijden in de benen hebben. Ja, het is misschien een excuus, maar het is wel zo. Oh, maar dat vind ik geen excuus hoor, want die kunnen het niveau prima aan. En, het ligt absoluut niet aan hem of aan hun. Het ligt gewoon aan ons allemaal. Hoe gaan jullie nou dit omkeren, dat jullie wel weer wedstrijden gaan winnen? Ja, sowieso de goals minder makkelijk weggeven, denk ik. En schreeuwelijk wat ik zeg, met een beetje meer geluk scoor je er ook gewoon 3-4. Dus ik denk dat afvallend niet heel slecht zit, maar moet verdedigend beter. Zijn dat dan de lichtpuntjes waar je aan vast moet houden in deze donkere tijden? Dat het veel kans creëren. Ik snap wel dat het niet goed is, maar ik denk dat iedereen een beetje te snel over crisis praat, donkere tijden. We zijn pas vijf wedstrijden onderweg, wat ik zei, het is absoluut niet goed hoor. Laat daar geen twijfel over bestaan, maar we hebben nog we hebben tijd om te omdraaien en dat gaan we ook absoluut doen. Al te veel tijd om te treuren is er ook niet, want dinsdag wacht Barendrecht uit. Nou ja, jullie weten hoe lastig een amateurclub kan zijn. Ja, vorig jaar hè, hier thuis, Jonan Boys, Dongen uit, hadden we het heel moeilijk. Ja, geen excuses, moeten winnen, klaar. Dat gaat ook gebeuren? Als het hem eigenlijk wel, ja, absoluut. Nou, weet je waar de sleutel voor het succes dan ligt? Voor aankomende dinsdag? Ja, weet je, we hebben meer kwaliteit. Dus dat klinkt heel simpel, maar als je dan zegt dat als je evenveel strijd of meer strijd... We mogen ze dan sowieso niet laten afbluffen op strijd. We weten dat ze daar erop gaan klappen en daar moeten we ons tegen wapenen. Als we dat doen, dan gaan we winnen. Heb je nog iets dat je tegen de supporters wil zeggen na vanavond? Het is niet zo dat we ons best niet doen. Tuurlijk, wij balen net zo hard als de supporters. Ze moeten niet denken dat wij er heel licht over denken. Wat moet je zeggen? Wij vinden het ook niet leuk. Wij hebben ook liever dat we winnen, maar wat ik zeg. We doen het ook niet expres.